Vandaag een stoofpotje uit de Dutch oven met gegrilde sucade. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Rundersucade, een heel mooi stukje rundvlees. Het zit bij het rund een beetje bij de schouder. En we kennen het geheid van onze oma's en onze moeders die een heerlijk stoofpotje konden maken. Hè. Het is vrij dooraderd vlees. Het heeft ook een zeen ertussen. Hè. En als je dat heel lang stoofde, een uurtje of twee, drie, dan werd dat heel mooi mals en sappig. Wij gaan die sucade zo meteen grillen, maar niet in twee of drie uurtjes. Nee, in 10 à 12 minuutjes op de grill. Maar we gaan er een stoofpotje bij maken in de Dutch oven van Camchef. Hier op de braai. Maar hier doen we alle groenten in stoven. Dus, laten we gaan beginnen met het verwarmen van het pannetje. Je ziet hier dat ik al wat hout heb gestookt. En ik heb hier een haak boven aan mijn braai. En op deze manier wordt mijn pan in no time heel erg heet. Ga ik eventjes alle groenten klein snijden en mooi aanzetten in mijn pannetje. Daar gaan we. Dat gaat in een prei, in een halve winterpeen. Dat gaat in één hele ui. In grove stukken snijden. De winterpeen ongeveer in ringetjes of in blokjes. Maakt niet zoveel uit. Prei in ringetjes. En ik heb ook nog mooie kleine zilveruitjes. Maar dan verse zilveruitjes. En die gaan er ook nog bij. Daar gaan bij truffelaardappeltjes. Daar gaat bij pompoen. Er komt al wat rook af. Dat wil zeggen dat die heet genoeg is. Olie erin. Een laagje. En dan gaan we onze groentjes eventjes snel aanstoven. En als ze een beetje glazig worden, dan komen zo de truffelaardappeltjes erbij. En de vloeistof die erbij komt, wordt een sjoefbiertje, lekker donker biertje met wat groentebouillon. Nou, ik heb bij meatfish.nl weer een heel mooi stukje vlees besteld. Dit is een hele sucade. Die zit zeg maar zo bij het rund, zo bij de schouder, zo zit die aan het rund. Alleen dan zonder het plastic. Een sucade is doorgaans zo'n stukje. En hier tussenin zit een vlies. Dat is eigenlijk niet te eten. Dus dat collageen, dat moet je heel langzaam meestoven. Maar als je dat nou verwijdert, of je laat dat verwijderen. Die gasten die doen dat als je dat zo bestelt. Hè, dan halen ze dat vlies ertussen uit. En dan kun je deze lappen kun je gewoon behandelen als steak. Die kun je dus gewoon als een steak grillen. Dat wil zeggen 10 à 12 minuutjes op een heel hoog vuur. Nou kun je ze dus in zijn geheel gaan grillen als je met meerdere eters bent. Maar als je met een paar man bent, dan snij je er gewoon steaks van. En dan kun je die als het ware gewoon invriezen. Hè. In een Ziploc bag bijvoorbeeld, dan doe je ze gewoon in de diepvries. En elke keer als je zin hebt in één of twee steaks, dan pak je ze gewoon uit de diepvries. En dan hoeft niet in één keer die hele sucade op namelijk. Snap je? Onze truffelaardappels gaan erbij. En de blokjes pompoen en de champignons die gaan er de laatste 10 minuten pas bij. Dus echt op het laatst pas. Je ziet dat de Dutch oven die hangt toch een eindje buiten het vuur en toch door het gietijzer. Hè? En door de stralingswarmte blijft zo'n pannetje hartstikke mooi heet. Dus een perfecte temperatuur om te stoven eigenlijk. Maar het is tijd om onze vloeistof toe te voegen. En dat is een beetje bier, hè? De Sjoef. Ik gebruik de IPA hier van Sjoef. Zo, ongeveer een derde van het flesje. Klein beetje water komt erbij. Zo, dat het ongeveer onder staat. En daar doen we nog twee blokjes groentebouillon bij. We moeten natuurlijk regelmatig een blokje hout erop gooien om onze braai levend te houden. Ik kreeg namelijk een vraag van een trouwe kijker, een zekere Jochem M. te L. En die vroeg, wil je nog een leuk gerechtje op de braai maken met de Dutch oven? Tuurlijk Jochem, doen we. Nou, en we wachten tot de groenten klaar zijn, dat die klaargestoofd zijn. Dat zal ongeveer een drie kwartiertje duren. Misschien 50 minuten, we checken dat gewoon. Zoals gezegd, de laatste 10 minuten ongeveer gaan de pompoen en de champignons erbij. En tevens die laatste 10 minuten gaan we dus onze sucade aangrillen. Ik ga ondertussen eventjes mijn rooster opwarmen vast. Vlak boven de kolen, want ik wil een hele hoge temperatuur hebben. En die sucade die is heel mooi dooraderd, heel mooi vet dooraderd. Ik vind als een stuk vlees zo mooi dooraderd is, dat die best medium mag zijn. Dan is dat vet van binnen mooi, mooi gesmolten. Die smaak ook van dat vet zit mooi tussen dat vlees in. Je kunt in principe kun je het rare eten hoor. Maar ik vind zelf sucade, mooi korstje aan de buitenkant, medium aan de binnenkant. Persoonlijke voorkeur hè. En dat betekent dan dus eigenlijk tussen de 56 en de 59 graden, wat mij betreft. Twee tomaatjes mogen er nog bij. En als die groenten mooi zacht zijn,
eigenlijk een beetje als groentesoep. Dan halen we het deksel weer van de pan en dan koken we hem nog een klein beetje in. Ben je nou nieuw op dit kanaal? Abonneer je dan, dat is helemaal gratis. Kost helemaal niks. Belletje aanzetten, dan krijg je automatisch een berichtje als ik een nieuw filmpje heb geüpload. Hoe meer duimpjes, hoe meer dit filmpje eigenlijk verspreid wordt door YouTube op YouTube. Dus meerdere mensen kunnen dit filmpje dan gaan zien. Dus dat helpt enorm. He, dat is super. En als je nou iets leuks te melden hebt, of je wil dat ik een recept ga maken, of je hebt een opmerking, of je wil wat, typ het, zet het hieronder neer en dan ga ik ermee aan de slag. Want op deze manier kunnen we samen natuurlijk een fantastisch mooi YouTube kanaal neerzetten, toch? Dat ik weet wat jullie willen en andersom, weet je. Dus lijkt me tof. Duimpje. En nu is het tijd voor het grillen van onze sucades. Komt-ie. Bam. Deze zijde heeft ongeveer 4 minuutjes gehad aan één kant. Oh, kijk eens. Word je blij van, hè? En deze heeft nu kern 47, denk ik ongeveer. Hij is super mals. Deze is nu medium rare en die trekt mooi naar het medium toe. Hoppa! Wat een kleurtjes, hè? Fantastisch mooi. Grappig, hè, dat nu de sucade niet in deze pan zit, maar die doen we apart. Geeft toch mooi die grillsmaak. De totaal andere beleving van een sucade en een stoofpot, hè, op deze manier. Oh, jezus. Oh, heerlijk. Terwijl ik mijn bek brand. Fantastisch. Oh. Oké. Okay. Vlees. Jij bent van mij. Kijk eens. Zie je hem? Ook jij moet even rusten. Dat geeft mij de gelegenheid om eventjes een bordje te pakken en alvast wat stoof op te scheppen. Dat is toch potverdomme niet normaal, man? Hè? Bij het snijden van het vlees is het heel belangrijk dat je haaks op de draad snijdt. Dus de draad is eigenlijk zijn de spierweefsels, hè? Anders wordt het taai. Nou, bij de sucade lopen die weefsels die lopen in de lengte. En zo liep onze sucade, weten we nog. Dus veel mensen hebben de neiging nu om zo te snijden. Maar dat moet dus niet. We moeten dus zo lopen de vezels. Dus we gaan zo snijden. Kijk eens. Perfect medium, dames en heren. Jongens en meisjes. En als laatste nog wat peterselie. Fantastisch. Hier is hij dan, gegrilde sucade met groentestoof uit de Dutch oven van de Zuid-Afrikaanse braai. Ik heb al eventjes stiekem geproefd. Maken dit, mensen. Maken! En duimpje omhoog, weet je nog. Dat zou te gek zijn. Ik ga proeven. Tot volgende week allemaal. Zullen ze? Hoor je ze ook? Ik hoor ze. Goddelijk. Terwijl cameraman over de prullenbak struikelt. Test even kern, temperatuur 47 graden. Hebben we ook nog kijkers uit Nijmegen?